Hallo, goedemorgen. Ik heb echt zo'n brakke nacht gehad. Ik denk dat ik om 3:30 of zo wakker was en tot 6 uur wakker heb gelegen. Daarna toch nog weer in slaap gevallen. En nu moet ik me klaarmaken, want ik ga de online masterclass volgen van Masha over social media onder andere. Daar ben ik heel erg benieuwd naar en gewoon leuk om naar Masha te kijken. Hey, Ramon. Les van Masha was super interessant. Ik kan het je echt aanraden als je iets meer met social media wil gaan doen. Als je dit ziet, zijn er geen lessen meer ingepland bij Masha. Maar misschien dat het wel weer opnieuw gaat doen. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Ik ga hem even opmaken, want ik ga zo een video filmen voor Dat kan toch niet vegan. En ondertussen wil ik je nog even iets vertellen. Namelijk over het hele speciale cadeau dat ik heb gekregen voor Max voor kerst. Van Max voor kerst. Namelijk, heel speciaal cadeau. Heel speciaal cadeau. Namelijk, corona. Max voelde zich op een gegeven moment dus niet lekker. En toen hebben we meteen afstand genomen. Zijn we uit elkaar gegaan. Is hij naar de logeerkamer gegaan. En ja, ondanks dat we afstand hebben gehouden, heeft hij toch ook mij te pakken gekregen. Wat er dus voor heeft gezorgd dat wij heel kerst en oud en nieuw in quarantaine hebben gezeten. Niks of niemand hebben gezien. Superleuk. Ik kan je echt vertellen, corona is toch wel wat anders dan griep. Want ik weet niet, ik voelde het gewoon in mijn lichaam zitten of zo. Dat klinkt een beetje raar en zweverig misschien. Maar ik voelde het gewoon. Verder had ik niet heel erg klachten. Ik had vooral keelpijn en heel erg spierpijn. Maar ik ben wel echt heel lang super moe geweest. Dus ik weet nog dat ik de dag na oud en nieuw ging ik 's middags iets eten beneden. En daarvoor lag ik dus in mijn bed. En nadat ik had gegeten, nou, ik moest gewoon kruipend weer omhoog. Echt, ik kon niet meer staan. Nou, dan weet je echt niet wat je overkomt hoor. Dat is echt niet leuk. Vreselijk. Ik was ook echt wel even bang dat ik gewoon heel lang moe zou blijven. Want daar hoor je best wel veel verhalen over. Juist van jonge mensen, dat ze heel lang moe blijven. En ook een vriendin van mij, die heeft nu 3 maanden terug denk ik corona gehad. Maar die is nog steeds gewoon niet 100%. Gelukkig met mij gaat dat wel weer echt goed. Maar ik was echt bang. Ik dacht, shit. Want ik heb gewoon super veel dingen te doen. En ik heb school wat super intensief is. En ik moest natuurlijk mijn boek afmaken. Of dat moet ik nog steeds doen. Om dan niet op volle 100% te zijn is gewoon super shit. Dus ja. Oh. Ik moet beter in de spiegel kijken dan in de camera. Want dat gaat niet helemaal goed. Nou, fuck it. Het soort van goede nieuws is dan wel dat ik dus nu, en Max is ook, even immuun ben. Dus ik wil ook echt heel graag even mijn ouders zien, want die heb ik echt al 2,5 maand niet gezien. Neemt overigens niet weg dat ik me gewoon aan de regels blijf houden. Want ja, mensen weten niet dat ik nu natuurlijk immuun ben. En sowieso heeft het niet gebleken dat je voor altijd immuun bent dan. Dus je weet niet wanneer dat over is. En omdat ik natuurlijk op social media niet het verkeerde voorbeeld wil geven. Dus we blijven gewoon netjes de regels volgen. Ja, het is maar wat. Nou, ik moet nog even mijn wenkbrauwen fixen. Maar voor nu is het wel even goed. Kijk, deze lieve schat. Meestal vind ik altijd niet zo leuk om zo opgepakt te worden. Maar Furby ontspant echt helemaal in mijn armen. Oké, nu dus niet. Moet je even aanvoelen. Het is echt zo leuk om ze zo als zo'n baby vast te hebben. Zo, wij hebben net gefilmd. Ik heb ei van pompoenpitten gemaakt. Mocht ik dat nog niet gezegd hebben. Kijk, Max eet hier het laatste restje. Of het gelukt is, dat moet je natuurlijk in die video zien. Die is nu al wel live. Kijk hier. En ik vind het altijd zo grappig, want deze gerechten die ik maak voor die serie, dit kan toch niet vegan, kan je natuurlijk op 2 manieren uitleggen. Max zei dit eigenlijk. Wat zei je? Je wilde bijna kapen en toen dacht ik van, oh, hij kan het waarschijnlijk beter zijn. Ja. Nou kijk, ik zit hier dus nu een of andere groene derry te eten die
anti-vegan zou uitleggen van Jezus, die vegans kunnen ook nooit normaal doen. Maar als wij nu in een 2-sterren restaurant waren en het werd door een hele chique ober bij ons op tafel gezet als een en hier is de scramble van pompoenpitten. Dan denk je, oh, vet fancy! Oh, fancy. En dat is het wel, want het is wel echt een eigenlijk best wel een tof ding. Want hoe tof is het ook gewoon dat je kan zeggen, ja nee, ik kan roerij maken van pompoenpitten. Dan ben je toch gewoon een baas? Rustig. Ja, vind ik wel. Nou, ik ga even opruimen en dan mijn beelden inladen. En meteen maar editen, denk ik. Ben je toch ook gewoon een blije kat? Als je gewoon zo'n beetje lichte turn in huis. Yoga, whatever it is. Ik krijg in ieder geval genoeg te eten, deze. Ja, jij. Ik heb bezoek. En ze is heel donker. Niemand kan zien wie jij bent. Het is kattenmoeder, fanaat, liefhebber, almost therapeut. Lise Korpershoek. Ik heb iets geleerd vandaag over katten. Dat ze namelijk best blijkbaar gek kunnen zijn op oorsmeer. Ja, deze. En omdat ik graag haar liefde krijg, heb ik me overgegeven aan dit gore gegeven. Hé, hey, maar ze zijn nu wel schoon. Ja, het is wel waar. Ze hebben ook geen interesse mee, maar ze hebben ze allemaal afgelopen. Ja. Ik krijg nu, of ik heb daar om gevraagd, een persoonlijke tekening in mijn boek. Ja. Nou, in Lise's boek dus, maar mijn exemplaar. Ja. Het is fantastisch. Als je hem nog niet hebt, het is voor alle leeftijden een groot genot voor je ogen en hoofd. En lachspieren ook. Ja, dat ook heel erg. Jij hebt natuurlijk ook gevlogd. Wat vond je daarvan? Ja, nou, ik vond het best lastig. Want ik werd daar heel zelfbewust van. En dat je dan denkt, vinden mensen dit wel leuk om te zien? Ja. En anders zie je, ja, mensen vonden het geweldig. Nee, maar ik vond het voornamelijk heel zwaar om de hele tijd te monteren. Dat vond ik. Dus props voor jou dat je dit gaat doen. Lach je nou om je eigen tekening? Ja, dit is hoe ik het hele boek gemaakt heb. Echt waar. Daarom vond ik het zo leuk. Ik heb alleen maar zitten lachen. Oh, wat mooi. Nou, terwijl jij even aan het tekenen bent, wilde ik nog even vertellen dat ik ook met Lize een Wat bakken we ervan aflevering heb opgenomen. En dat was ook echt zo leuk om te doen, sowieso die serie. Ik hoop dat er misschien weer een nieuw seizoen van kan komen. Nou, dit is toch even gezellig. Zo leuk. Dit is dus het boek. Nou, sexy dinner is dit dan, hè? Het is met dunner kebab, toch? Deze vega Turkse pizza's. Het zijn echt zo lekker. Durum. Max had meegenomen. Heel slecht. Heel slecht, zit niks straks in. Spinazie en feta. Alleen maar omdat er 3 blaadjes sla in zitten, is iets niet meteen gezond, Max. Dat is gezond. Dus komkommer op en nou een tomaat en nou. Met water. Oké, okay, Marije in de toekomst. Dit is dus het moment dat je morgen gaat zeuren dat je geen goede nacht hebt gehad. En dat je niet weet hoe dat komt. En dat je om 9 uur nog aan het editen bent. Dat is natuurlijk ook niet slim, hè. Ik heb oprecht gewoon zin om een edit af te maken. Maar beter is gewoon om vandaag of vanavond gewoon geen schermen meer te zien. Ik ga wel ook gewoon mijn telefoon wegleggen. Dus dat wel. Ik denk dan ook van ja, het is ook gewoon zo lekker als het af is, weet je wel. Daar heb je dan ook voldoening van. Dus dat is echt het kwade met het kwade bestrijden. Oké, het is 9:30. Poten, wil jij naar buiten? Nee, want het regent. Luxe poes. Ik ga zo even de kattenbakken scheppen. Ik heb op dit moment 4 kattenbakken. De officiële regel is dat je de hoeveelheid kattenbakken moet hebben als dat je katten hebt. Plus 1, wat voor mij dus 6 zou betekenen. Maar bij ons gaat het met 4 goed. Dus ja. Ik zat alleen te denken dat ik eigenlijk wel iedere vlog iets van een duurzame tip of informatie of zo wil meegeven. Volgens mij heb ik dat vandaag nog niet gedaan. Dus bij deze even de tip, reclame shout-out voor mijn eigen Instagram. Bijvoorbeeld deze story heb ik net gepost over hoe je heel makkelijk een easy pasta receptje kan maken. En dat deze pasta's bij de Albert Heijn dus ook vegan zijn. Nou, dat zijn toch super bruikbare tips, mensen. Nou, ik zit helemaal in de druivenpitolie. Ik ga lekker slapen. Tot morgen!